Een filmpje met een kleine vertaling gemaakt door de meester bij gekeken, ja, over Pophart. Hier zien we nog een aantal leuke schilderijen van die Pophart en twee van deze schilderijen heb je zeker al zien terugkomen in het filmpje. Namelijk de Campbell Soup, ja, van Warhol en Marilyn Monroe van Warhol. Deze vier zijn eigenlijk allemaal van Andy Warhol. Ja? Deze is van Roy Lichtenstein. Dat heb je misschien ook in een filmpje zien terugkomen. Dat filmpje hebben we gezien. Nu heb ik voor jullie een opdracht. Opdracht is dat jullie je smartphone of een tablet nemen. En dat jullie naar buiten gaan. En buiten kies je een alledaags voorwerp en maak er een foto van. Ik ga jullie nu niet zeggen wat dat alledaags voorwerp moet zijn, jongens en meisjes. Als je buiten komt, heb je voorwerpen genoeg. Je kan over ieder voorwerp kan je wel een pop-art schilderij maken. Wat ga je nu doen? Je gaat een aantal van die voorwerpen ga je dus fotograferen. Als je niet alleen buiten mag, vraag je of mama of papa of je broer meegaat op zoek naar leuke alledaagse dingen. Leuke alledaagse dingen. Dingen waar ze zeggen, ah kijk, dat vind ik nu leuk. Daar ga ik een foto van maken in detail. Staat daar een Ferrari, dan ga je bijvoorbeeld aan de achterkant van die Ferrari ga je een mooie foto nemen. Goed, die foto. Als je terugkomt, die zet je op computer en je print ze uit. Kan je niet uitprinten, geen probleem, bewaar dan de foto op je computer. Je moet wel maar één foto kiezen, jongens en meisjes. Eentje. Maak je er 20, maakt mij niet uit, maar uit die 20 kies je dan nog eens de mooiste. Ook hier kan broer of zus, mama of papa helpen. Goed, opdracht 2 is een tekenopdracht. Je probeert de foto zo echt mogelijk na te tekenen. Wil je snel een tekencursus volgen, die zie je hier beneden staan. Ik ga daar niet op klikken, want dat is een heel erg lang filmpje. Maar ik zet die link ook in je nota, zodanig dat je daar ook eventueel kan kijken. Om te zien hoe je bepaalde figuren tekent. Goed jongens en meisjes, ja, dus ga dan nu naar de opdracht in Seesaw. Ik heb ze daar nog eens op papier staan. Wat hebben we nodig? Pen en papier en een fotoapparaat. Daarna, jongens en meisjes, krijgen we een volgende lesje. Maar eerst moeten we dit lesje, ja, goed tot een einde brengen. Dank u wel voor het luisteren. Dag.